Spannende tijden voor de leerlingen, ouders en docenten van basisschool De Spiegel. Het gebouw waar de school nu is gehuisvest moet plaatsmaken voor een nieuw hypermodern pand. Het gebouw is echt gedateerd. Het is oud. Er moet zo vreselijk veel gebeuren. Dus dan ga je afwegen en dan is het echt zo dat een gebouw ook wel een beetje 21ste eeuw vaardig moet zijn, ook voor het lesgeven. In de tussentijd moeten de kinderen met de bus naar een pand aan de andere kant van de stad. En dat is best spannend. Nou, mijn oudste dochter was al om 6 uur aangekleed en klaar om weg te gaan vanmorgen. En de rest kwam echt wel op tijd zijn bed uit, want iedereen was wel onder de indruk van het feit dat ze op tijd bij de bus moesten zijn. Ja, voor ons is het niet zo heel erg veranderend, want ja, we wonen hier vlakbij. Maar er zullen ongetwijfeld wel ouders zijn die een beetje in de moeilijkheden komen. Maar ja, het is maar tijdelijk. En we krijgen een heel mooi schoolgebouw ervoor terug. We krijgen een nieuwe school en het is best wel een klein beetje saai. Ik vind het heel leuk dat we met de bus gaan, want dan kunnen we een beetje een feestje maken hier. Ja. De hoop is dat we in augustus 2018 weer terug mogen. Maar we weten allemaal, het is een nieuw gebouw wat op een vrij compacte locatie gebouwd moet gaan worden. Ja, dus we houden er ook wel rekening mee dat het wel eens december 2018 kan worden.